Ja, er was meer, dat is harder dan ik had verwacht, gevraagd om iets te vertellen over Mastodon. En ik was met Dimitri aan het praten en toen kwam al vrij snel te denken, oké, is het dan niet het idee om ook te kijken of we voor Hacker Hotel een Mastodon instans kunnen beginnen. Dus daar wil ik jullie even in meenemen. Maar ik wil ook even een stap terug nemen van wat is Mastodon, waar past het in het grote plaatje en wat kan het voor je betekenen? Dus is dat. Zo is mijn. Ik ben de co-admin van Mastodon.nl. Dat doe ik pas sinds juli vorig jaar. Maarten de Braber die is die instance begonnen, jaren geleden al. Dat heeft een beetje een sluimerend bestaan gehad. Maar ja, als je dat een beetje wil professionaliseren, dan moet je dat niet in je eentje doen. Dus hij was op zoek naar een tweede admin. Ik ben daarbij ingestapt in vorig jaar juli ongeveer. Overdag ben ik freelancer. Ik werk op dit moment bij Rijkswaterstaat Watermanagement. En daar draai ik verwachtingsmodellen in Kubernetes. En daar help ik ze bij. Dus dat is een beetje mijn achtergrond. Het gaat ook over de talk gaat de Mastodon server voor Hacker Hotel. Ik ben zelf niet specifiek getrouwd met Mastodon. Goedemorgen. Het gaat er meer om het landschap waar het in past. Mastodon is een implementatie van een social media server die ActivityPub ondersteunt. En dat is denk ik waar het voor mij om gaat. Het is een open standaard die iedereen kan implementeren. Het gaat een beetje terug naar de tijd van wat mij betreft. Ik zie de vergelijking met SMTP, het mailprotocol, waarin iedereen zijn eigen mailserver kan draaien en je berichten uit kan wisselen. Nou, dat doet Mastodon voor social media. Maar er zijn nog veel meer andere tools die dat ook doen en dat misschien wel beter doen of voor jouw specifieke use case beter doen. Dus je hebt ook zoiets als Pleroma, je hebt Pixelfed wat zich meer richt op het delen van plaatjes. Je hebt Peertube wat richt op het zelf delen van video. En het idee daarvan is dat je het zelf kan hosten. En of niet per se jij het zelf te hosten, maar je kan in ieder geval een willekeurig iemand vragen om het voor jou te hosten. En ik denk dat belangrijk is als je kijkt naar je, als je bepaalde behoefte hebt op het gebied van privacy of autonomie. Dus het is toch fijn als je niet afhankelijk bent van een hele grote partij die namens jou het knopje aan of uit kan zetten. Maar dat je gewoon zelf in control bent over of je wel wat mag zeggen of niet. Dus wat dat betreft ben ik heel blij met deze ontwikkeling. Dit is een echt heel slecht zichtbaar plaatje op met hoe dat landschap eruit zou zien. Dat is jammer. Maar goed, er zijn een tal van tools die dus het ActivityPub protocol installeren. En vervolgens, als je dus een tool hebt, kun je daarna ook nog een rijke schakering van programma's kiezen om dus met die tools te praten. Dus je hebt bijvoorbeeld de Mastodon server, maar op je telefoon heb je ook nog keuze over welke app je dan gebruikt om met die Mastodon server te praten of met die. Dus je bent echt volkomen vrij. Het is ook allemaal, omdat het ActivityPub is, is er gewoon een open API. Dus dan staat ook volkomen vrij om, gisteren kwam het verzoek van, ik heb een telex die voor wie de Twitter API ging. Kunnen jullie niet aan Mastodon knopen? Nou, dat lijkt me appeltje eitje. Dat is, daar is het. En dat maakt het ook, daarom dacht ik ook dat het voor deze gemeenschap heel interessant is. Omdat het gewoon heel open is. Iedereen kan eraan knutselen wat hij wil. Maar je bent ook aan de andere kant heel erg in controle over wat je te zien krijgt. En daar kom ik later nog op terug. Ik wil even terugnemen naar vorig jaar, want ik zou zeggen, sinds vorig jaar juli ben ik ingestapt op dat Mastodon.nl. Toen werd het ineens november 22. Ik weet niet meer precies waar het zit, maar dit zijn grafiekjes van vorig jaar van het aantal Mastodon gebruikers. En ongeveer dit is het punt waarop Elon Musk zei van ik ga dat Twitter kopen en we gaan het een beetje anders doen. Wij zijn Mastodon. Ik zie Mastodon niet als een vervanger van Twitter. Maar een hoop mensen dachten wel, ik wil niet meer bij Twitter zijn. Dus ik ga wat anders proberen. Ik kom naar Mastodon of naar er zijn nog andere tools in de lucht. Maar Mastodon was degene die het meest in het oog sprong. Toen werd het even zweten. Want wij hadden dat Mastodon.nl, dat draaide tot oktober op één VPS'je bij Contabo. Voor een paar eurotjes per maand. Toen heb ik één weekend daar zitten pielen om het te optimaliseren. En toen
Liep het wel weer een weekje, maar daarna kwam er al gauw weer rook uit de server. Dus nou, toen hebben wij Maarten de Braber, dus mijn co-admin, die had contact met de man van Procolix. En nou, die hebben al aangeboden ons daarbij te helpen. Maar je moet je voorstellen, die heeft ongeveer carte blanche gegeven. Oké, we gaan jullie wel helpen. We hadden geen plan. Het was zaterdagavond. De rook kwam uit de server. En we hebben gezegd, nou, we gaan gewoon vannacht migreren. Dus ik heb de hele nacht met die andere nerds in een videosessie gezeten. En we hebben het gewoon verzonnen waar we bij zaten. Oké, wat hebben we nodig? En hoe kunnen we, wat is de minimal viable product? Om het maar populaire termen te zeggen. En we echt kijken, oké, wat hebben we nodig om nu even over te komen? En dan gaan we daarna rustig verder kijken. Nou, daarna hebben we natuurlijk wel iets meer tijd gekregen om het te bestendigen, zullen we zeggen. Dus dat zoom nu een beetje. Ik zit even te kijken, maar even gluren. Maar op de piek zaten we kennelijk op 2,5 miljoen gebruikers. Wat natuurlijk in social media termen nog steeds niet heel groot is. Maar het is wel veel groter dan het was. Want voor die search zat het ongeveer op 600.000 mensen. Nu zitten we op, laatst ik heb gisteren zitten kijken, was er nog 1,5 miljoen actieve gebruikers. We hebben het niet over accounts, over actieve mensen die daadwerkelijk wat te doen. Dus er is echt een enorme groei geweest. En ik zie ook dat er heel veel ontwikkeling is nog steeds. He, er wordt heel veel aan geprogrammeerd. En heel veel mensen bezig om dus hun tools aan te passen, zodat ze ook met Mastodon aan de gang kunnen. Ik merk ook aan de mensen spreken me wel eens aan van joh, dus ik merk ook wel aan de aanvragen. Niet dat ik letterlijk gevraagd word, richt een server me in. Maar wel mensen vragen, oh, hoe werkt dat nou? En oh, zou dat voor onze organisatie wat zijn? Ik denk ook dat echt steeds meer organisaties denken, oké, maar misschien moeten we dit toch maar gaan proberen. En het is dus ja, dat was dus zeg maar, de naam is nu bekend en het is nu een kwestie van, nou ja, kijken wat we daar met z'n allen mee kunnen. Ja, ik weet niet of heb je Mastodon wel eens gebruikt of is het voor jullie, zie je hier en daar wel wat, zie je wat er niet? Want ik laat jullie gewoon even wat zien nu van hoe het eruit ziet en wat je ermee kan. Moet ik even kijken, want ja, dit zijn geen Dutch Mountains, nee, dit is mochten we willen dat we die hier hadden inderdaad, even kijken of ik weet even niet waar mijn scherm is. Kijk, dit gaat echt super handig zijn. Ik had het misschien gewoon dupliceren moeten zetten, maar goed. Even kijken, dit is Mastodon.nl. Ik had even een paar testaccounts aangemaakt om even te demonstreren. Het belangrijkste met Mastodon is dat je ongeveer 3 timelines hebt. Je hebt je home timeline, dat is zeg maar de mensen die jij echt volgt. Nee, dat zeg ik verkeerd. Je hebt je. Maakt niet uit. Even kijken. Gewoon even erbij pakken. Ja, je hebt wel je home timeline. Dan heb je een local timeline. En dat zijn alle mensen die op jouw server zitten. En je hebt een verder weten timeline. Dat betekent dus dat zijn dus berichten die over in heel de Fediverse heen en weer gaan. En daarom is het wel zo aardig om ook te denken in termen van, ik heb een eigen servertje voor mijn clubje. Want als je met z'n allen ervoor kiest om op zo'n server te gaan zitten, dan heb je dus op je home timeline, komen dus alle mensen van de zwemvereniging zitten allemaal in die home timeline. Kun je elkaar makkelijker vinden. Maar het is niet nodig. Je kan natuurlijk gewoon contact hebben met wie dan ook. Zo even hier de. Nou ja, goed, het zijn dus gewoon mensen die op die server zitten. En dan zul je ook zien, zeggen, dit is dan Mastodon.nl. Dus dan zie je dus ook ineens heel veel Nederlandstalige berichten. Je ziet ook dat mensen daar dingen zitten te maken. Want iemand heeft kennelijk iets gemaakt. Waar je zegt, nou, dit wordt nu gespeeld op Radio 2. Nou, vind ik leuk dat iemand gemaakt heeft. Maar ik denk, nou, vind ik niet zo interessant. Dus je kan heel makkelijk zelf zeggen van, nou, ik klik hier, maar er gebeurt niks. Ik denk dat ik flaky internet heb ofzo. Nou, kijk eens. En hier kun je heel makkelijk zeggen, nou, ik wil dit gewoon muten ofzo, ik wil het niet meer zien. Of ik wil die gebruiker blokken, want ik wil gewoon überhaupt geen interactie meer hebben. En dat vind ik zeg maar wat mooi met Mastodon. Er zitten veel meer controles in om jou zeg maar, de tools te geven om te bepalen of je dingen wel of niet ziet. En een mooi concept wat erin zit is, zijn content warnings. Dus als je dus een plaatje plaatst, dan denk ik, nou, is misschien een beetje porno, noem maar wat. Ja, maar of het kan ook iets minder erg zijn, iets minder expliciet. Dan kun je zeggen, nou, het is een content warning. Dus het plaatje verschijnt niet direct. Er komt een soort, wordt gefade out. Nou, dan denk je, dan moet je op doorklikken om het te zien.
Maar als jij dan denkt, nou ja, ik ben niet zo bang. Dus je kan zelf in de user settings gewoon zeggen, nou, maakt niet uit of een content warning op zit. Ik wil het gewoon altijd gelijk zien. En dan zitten er een tal van opties in die gewoon jou controle geven over wat er gebeurt in je timeline. In plaats van dat een bedrijf voor jou bepaalt wat voor jou interessant is. Sommige mensen vinden het ook een nadeel. Hè? Die zeggen, ja, maar ik was eigenlijk gewend op Twitter. Dan als je maar veel mensen op like klikken, dan komt het vanzelf bij mij ook terecht. Ik zie het meer als een feature dat ik meer in controle ben over wat ik wel en niet te zien krijg. Dus je hebt ook hier zeg maar, allerlei toggles waar je gewoon echt, en waar ik zal even kijken of ik die profile settings erbij kan halen. Hier kan je echt, nou ja, dit. Je kan echt, dit, maar je kan zeg maar zeggen dat je geen animated GIF wil, of je kan zeggen dat, nou ja, er zijn allerlei usability dingen zitten daar, zijn vrij goed gegeven. Dat is ook de reden waarom ik nu met Mastodon aan de gang ben. Er zijn natuurlijk andere tools, maar deze vind ik qua usability het aardigst. Dus, even kijken of we deze weer... Volgens mij is hij toch teruggeschoten. Hè? Dus, nou ja, je hebt meerdere timelines. Je bent heel erg in controle. Je kan ook tags volgen. Ik heb vandaag gisteren is de nieuwe versie van Mastodon uitgekomen waarbij je ook, als je zo'n tag zo volgt, dat is wel mooi. Je kan nu zeggen, ik volg die tag. Kun je volgens nergens meer terugvinden. Nu in de nieuwste versie hebben ze gezorgd dat je ook een lijstje hebt van ook deze tags volgen. En dat je er gewoon even op kan klikken. En zo merk je ook dat er nog heel veel beweging is. In versie 1.4.1, ik denk voor niemand relevant hier, maar is West-Fries onze officieel ondersteunde taal. Dus dat zit echt wel, als je West-Fries bent, vind je dat fijn. Dus daar wordt echt wel wat gedaan. En wat dus echt anders werkt als je bijvoorbeeld Twitter gewend of zo, dus dat liking, dat is echt alleen maar een signaaltje van aan degene die het berichtje heeft geschreven van ik vond dit iemand waardeert jouw berichtje. Het is niet zo dat als er maar veel genoeg mensen op zo'n knopje klikken, dat dan bij meer mensen te zien wordt of zo. Dat is, daar hebben we binnen Mastodon heb je daar de boosting voor. Dus je zegt, nou, dat is een soort vergelijkbaar met de retweet van. Ik wil dit echt graag onder aandacht brengen van al mijn volgers. Dus en waar ik het ook over heb gehad, hè, van al die allerlei usability features die je gewoon in normale clients gewoon bijna niet vindt. En het dan ook zo, hè, dat omdat het een open protocol is, kun je zeggen, nou, deze client handelt dit niet goed genoeg voor mij af. Ik pak die andere client en daar zit die optie misschien wel in. Dus dat is, je ziet echt gewoon de diversiteit echt enorm toenemen. Dat heb ik net niet benoemd, maar je kan dus ook nog van berichten zeggen van of ze dus alleen voor je volgers zijn of publiekelijk of... Een list, dat vind ik zelf wel een aardige. Ik heb wel eens dat je meerdere berichten plaatst achter elkaar die over hetzelfde onderwerp gaat. Dan zeg ik over het eerste bericht is dan publiek bevat. En die andere is allemaal unlisted. Want als degene die niet geïnteresseerd is in mijn berichten, dat hij alleen het eerste bericht te zien krijgt, niet andere berichtjes eronder ook nog. En bij degene die wel geïnteresseerd is, klik op dat ene bericht en dan ineens, hé, er zit een hele conversatie onder. Dus dat werkt niet beter. Wat wel is met Mastodon, überhaupt met ActivityPub, dat het is, je moet wel, ook al kun je instellen aan wie je het stuurt, het is wel een soort van publieke informatie. Want de beperkingen aan wie je het stuurt zitten in het protocol. Het is dus ook aan degene die het ontvangt om dat protocol te respecteren. Dus het is, zoals jij zegt, ik ga echt om privégegevens of privacygevoelige spullen. Die zou ik zeker niet via Mastodon doen, daar zou ik dan een sidechannel voor kiezen. Maar ja, het is ook eigenlijk bedoeld om juist informatie te delen. Een klacht die ik nog hoor van mensen is dat in Twitter hadden we DM's. Hè, dat was dan voelde je privé. Ik weet niet of het echt privé is, maar je voelde je privé. Dat missen ze dan. En dat kan ik me niet voorstellen. Op zoekniveau, op nodenniveau, kun je dan iets posten wat alleen binnen je eigen noden blijft zijn? Of dat de definitie global scope? Ik weet niet of er een optie is. Ik zou het ook voorstellen dat als het niet is, dat iemand dat wel wil maken. Dat je zegt, post het alleen aan de home timeline, zullen we zeggen. Ja. Nee, dat weet ik eigenlijk niet zo. Zou ik op moeten zoeken. Dus
Ja, en dit vind ik dat het, nou ja, dat is zeg maar iets wat nog beter kan, maar wat ik wel aardig vind is dat je zeg maar, je bent dus niet gebonden aan een instance. Je kan gewoon al je volgers een signaal sturen van ik ben verhuisd naar die server. Dat is een tweestapsproces. Je zegt eerst op je nieuwe server van ik kom daar vandaan, hè, dat is mijn oude adres. En op de nieuwe server zeg je ik ga daarheen. En dan krijgen al jouw volgers een signaaltje van hey, je moet nu dit account gaan volgen. Dat is ook het enige wat automatisch gaat, want wie jij volgt hè, bijvoorbeeld, dat neemt hij niet, hè, dat wordt niet meegemigreerd. Dus dat is denk ik ook een plek waar nog verbetering mogelijk is. Je probleem op één server en je gaat naar een andere server, dan ben je weer helemaal zeker. Nou ja, je kan dus je volgers wel meenemen, maar je berichthistorie bijvoorbeeld gaat niet mee. En wie jij volgt gaat ook niet automatisch mee. Dus dat zou je dan, maar dat kun je wel exporteren. Je kan al je spullen, dat is wel, het, je kan al je spullen exporteren en importeren, alleen ja, je moet het doen. Communicatieprotocol is een open standaard. Ja. Maar hoe dat de server zelf de opslag implementeert en het dataschema implementeert, is dat ook gestandardiseerd? Dus kun je iets wat je exporteert? Of nou, ik denk dat het in de praktijk zoals het werkt dat import en export ook via de API werkt. Dus dat maar of je zeg maar ongestraft van Pleroma kan exporteren en in een Mastodon kan importeren, vind ik nog even, eerst even testen denk ik. ik denk wel dat het zo zou moeten werken. Dat is, en ook, hè, want ik heb ook bijvoorbeeld even ingelezen op dat ActivityPub, hè, de standaard is helemaal uitgewerkt, maar dingen zoals encryptie, hè, dus om de privacy beter te garanderen, dat is net buiten de standaard gebleven, want daar konden ze het niet over eens worden. Ja, vind ik zonde, is een gemiste kans, maar nou ja. It's something. Nee, dat is. Ja. Nou, zoals gezegd, hè, met Dimitri had ik er even over. Ik zei, nou, het is wel leuk als we dan voor Hacker Hotel gewoon een instant starten. En we zien wel wat er gebeurt. Het is een beetje. Iedereen is welkom. Ik had al hier en daar deze neergelegd. Totally another Rickroll. Totally another Rickroll. Dit is een. Dit leidt je gewoon naar een invite pagina van Hacker Hotel op een social. Dus dat. Ik sta er wel voor in. Wel even checken dat er niet iemand overheen heeft geplakt. Want ik ken ze hier. Dus dat is. dus dat is het idee. Ik heb de regels. Hè. Je hebt zeg maar, als je een sociale ruimte begint, heb je wat regels nodig. Om wat afspraken met elkaar te maken. Ik heb eerst gewoon letterlijk de regels van Mastodon.nl voor nu gecopy-paste. Hè. En ik heb ook de serverbot. Dat is zeg maar, iets waar je, een lijstje servers waar wij eigenlijk niet mee willen praten. Die heb ik ook maar even gecopy-paste. Want ik weet dat Mastodon.nl daar vrij voorzichtig in is. In de zin van die blokken niet zomaar in instance. Dan is er echt wel rotzooi uitgekomen. Dus dat is dan zeg maar de start. Nou, je kan natuurlijk zeg maar een account aanmaken. Je kan ook denken, nou, ik ga gewoon de mensen die erop zitten of volgen. Of ik ga die instance gewoon een beetje in de gaten houden om die home timeline te kijken of er wat gebeurt. Het is voor mij ook gewoon een verrassing. Dat geeft wel niks. Dat is, ik ben ook niet. Ik heb al gedacht, nou, ik doe dit er gewoon een jaartje. En dan over een jaartje dan praten we gewoon even van. Had het zin om er echt een aparte instance voor te doen? Of zijn jullie wel ingestapt op Mastodon of een andere Fediverse tool? En hebben we elkaar wel gevonden? Als er echt extra instance voor is die handig voor is, dan houden we hem erbij. En als we zeggen, nou, leuk Hilco, maar staat een beetje stof te vangen. Even goede vrienden hoor. Dat zijn geen, ik hoop gewoon dat iedereen denkt, nou, ik ga er eens naar kijken. Nou, dit heb ik erover gehad. Van, dat ik gewoon voor nu even de regels heb gecopy-paste. Maar ja, ik zie mezelf zeg maar, nu als de technisch beheerder. Als mensen er ideeën over hebben, dan hoor ik het graag. Hetzelfde geldt voor moderatie. Als we natuurlijk echt mensen actief op zouden worden, dan moeten we natuurlijk ook af en toe. Er zal er eens een keer een account aan worden gemaakt. Dan denk ik, nou, ik weet niet of dit helemaal binnen de regeltjes is. Dus dan moet je daar wat mee. Dat is ook wel zeg maar, wat ik heb geleerd in dat hele Mastodon. En nou verhaal, dat is eigenlijk waar het meeste werk gaat zitten, is moderatie. En dat is eigenlijk altijd op internet. Dat het servertje in de lucht brengen gaat wel. Maar daarna zorgen dat het allemaal een beetje gezellig blijft voor iedereen. En volgens de regels die we met elkaar hebben afgesproken, daar moet gewoon iemand tijd in stoppen. En ik heb hem dus voor nu, is die invite only. Maar ja, natuurlijk wel zo, als jij een account hebt, kun jij invites aanmaken voor een ander. Dus dat is, en of dat de meest zinnige oplossing is, weet ik niet. Ik weet niet hoe houdbaar het is, want zo'n QR-code ligt ook zo overal. Dus het is niet, geen probleem. We kunnen dat gewoon een beetje zelf in gaten houden, denk ik. Ja, ik weet niet of mensen het willen zien. Ik kan zeg maar, de testversie van Mastodon live deployen. Ik dacht eerst, ik ga de echte versie deployen. Maar
Ik ben eerlijk, ik dacht, demo-effect zou toch net even in de weg gaan zitten. Dus, maar ik heb wel een testversie, die kan je, kun je zien hoe lang dat duurt om dat met Kubernetes op een single node uit te rollen. Ik weet niet, ik heb nog 10 minuten, dat is niet heel veel, maar moet ik het wel ongeveer nu gaan doen. Dus dat zou ik dan zo starten. Nou ja, als je meer wil weten van Mastodon, kun je op joemastodon.org heel veel vinden. Hackerhotel op het social had ik genoemd. Dit ben ik als je mij nog een keer tegen wil komen. Ik zal eens even kijken of ik die... of de demogode, hè? Even kijken of ik... Oh. Hier moet je heen, hè, geloof ik. Ja. Oh, niet goed. Zo. Dit is wel... even wat window management doen, want... Ik zeg, ik heb deze laptop pas deze laten komen en ik ben nog niet helemaal vertrouwd met alle shortcuts. Dus, ik, is het te lezen zo? Of moet ik hem even wat groter zetten? Ik kan wel misschien nog één... Zo. Goed. Hier rechts, als het goed is, een hoop line feeds. Bedankt. Laten we hopen dat het niet mijn wachtwoord was. Maakt ook niet uit. Kunnen we altijd weer veranderen. Oké, bijna goed. Nou. Probeer het gewoon nog een keer. Oké. Nou. Dat lijkt iets te doen. Kijk, je ziet hier dat ik hieronder heb ik hem verwijderd. Dus ik maak even een nieuwe namespace op mijn testserver. En dan kan ik daar hier, als het goed is, naar kijken. En dat is een beetje wat het Mastodon, hè, dat is zeg maar een tool om dit mee te doen. En een van de nadelen van Mastodon, dat zou je ook wel zien, is dat ik vind het eigenlijk een beetje te ingewikkeld voor wat het is. Hè, er komt best wel een hoop tooling bij kijken. Als je technisch naar kijkt, er zit Elasticsearch onder en er zitten allerlei Redis zit eronder. Er zitten allerlei componenten onder, Sidekick. Nou, je ziet hier zeg maar, dat er met een Helm chart wordt Kubernetes wordt nu de testversie van Mastodon.social. Nee, hackerhotel.social uitgerold. Dus test.hackerhotel.social. Nou, het duurt een minuut of twee, tweeënhalf voordat hij treden is. Ik heb ook al gezien dat hij gelijk, vanmorgen heb ik het natuurlijk uiteraard nog even geprobeerd. Toen schoot hij gelijk in het rood van, oh, CPU overload. Ik denk, nou, dat is nog een restpuntje om een keer naar te kijken. Ja, nee, ja, dat geeft het niet. Dat is, ook hier, er is die critical CPU level. Dus ik dacht, oh, we zijn alleen maar aan het opstarten, dacht ik. En dat, dit vind ik dus echt, zeg maar, hè, als je daarvoor nadelen hebt, dat Ruby, maar een Mastodon werkt met Ruby on Rails. Het is best wel een beetje zwaar. Dus dat is van Mastodon.nl hebben we een hoop ijzer tegenover gezet. Dus dat draait het als een zonnetje. Maar als je zegt, nou, dat is. Hè, kan de zwemvereniging om de hoek zijn eigen Mastodonnetje nou draaien? Dat, nou, dan hebben we nog wat werk te doen, denk ik. Dus, maar ik vind het op zich wel een goed idee als er meer mensen het zelf kunnen gaan doen. Nou ja, dat is ook heel afhankelijk van hoeveel gebruikers er daadwerkelijk op gaan zitten. Deze is natuurlijk bijna leeg. Ja, dus dan... Hoe zwaar gaat het zijn? Nou ja, maar dan denk ik, als ik kijk naar dit lijstje, dan denk ik, ja, staat wel een hoop in de lucht, alleen maar om die 10, 20 gebruikers te servicen. Als er 20 processen zijn die niks doen, dan maakt het uit dat het... Nou ja, je moet ze wel hebben. Dus het is... Wat ik dus zeg maar, laten we zeggen, als ik nu zeg maar tegen moet zeggen, we gaan op basis van deze Helm chart, gaan we Mastodon uitrollen, zeg ik nou, zorg maar dat je 20 gigram hebt. Hè? Ja, nee, maar dat, maar dan, ja, maar dat is wel zeg maar, wat? Ja, en dan heb je hem dan heb je de uitgeklede versie, zullen we zeggen. Dus ik vind dat nog wel, ja. Ik zit nog even te wachten op Mastodon Web ook. Een groen lampje laten zien, want dan kunnen we misschien ook echt iets zien in een webbrowser. Nou, als je echt helemaal niks doet, dan kun je dat wel uitkleden. Maar dan heb je niet zoveel in de server. Nou ja, dat...
Oh, kijk. Ik kan net niet zien wat ik doe, maar ik ga nog even. Hij zegt wel dat hij klaar is in 2 minuten om het helemaal uit te rollen, maar ik zie daar nog steeds een Mastodon webje die niet. Ik ja, denk het. Ja. Ik ga gewoon even heel. Ja, het is een, nou ja, de machine had op, het is een 64 gig machine, maar er draait nog een paar andere dingen ook op. Dus ik weet niet, misschien is het wel de, dat de namespace gelimiteerd is. Dus zeg maar dat er een slice van die server is gereserveerd. Ik dacht net daar gewoon heel naïef van, ik doe gewoon ctrl-klik op dit linkje en dan ga vast wat zien, maar oh, het staat op mijn, ja kijk, het staat op mijn scherm hier. Maar het is verder niet. Nou ja, goed. Je ziet nu dat hier op test.hacker.social is hier lucht. Dus op zich werkt het best aardig. Alleen ja, qua resources zou dan wat. Ik hoop dat er nog dunnere producten komen. Laten we het daarop houden. Hè. Dus maar Mastodon is denk ik een prima product. Een hoge usability vind ik. Maar ik zou het wel fijn vinden als er nog wat zuinigere producten komen. Dus ja, dit was natuurlijk wat ongeveer. Kwijt wilde aan jullie, dus als er vragen zijn, dan is daar misschien nog tijd voor. Ik was wel eigenlijk benieuwd wat je schetst, dat bijvoorbeeld dingen als likes, dat is echt meer puur naar de auteur van een bericht toe. Ja. En niet zozeer algoritme gedreven om precies, ja. Dus zijn er bewuste keuzes in hierin gemaakt om te voorkomen dat je zeg maar het effect van filterdoels krijgt, dus dat commerciële ja, nee, de filterbubbel zal je zelf aandoen. Dat is een beetje meer. Hè. Jij hebt veel meer in controle wat je doet. Dus je kan natuurlijk alles wegfilteren wat je niet wil. Maar dat is wel iets wat jij doet. Hè. Dus jij kiest ervoor om te zeggen, deze blokkeer, deze gebruiken. Of ik wil tweets met deze hashtag niet meer zien. Maar jij bent heel altijd in controle. Dus ik denk dat het niet automatisch gebeurt. En ik heb wel eens een keer zo'n filmpje gezien van dat iemand, volgens mij was bij Arjen Lubach. En die heeft gedemonstreerd als je twee bepaalde filmpjes opzoekt op YouTube. Dus dan vervolgens alleen maar recommendations krijgt in die hoek. Ja, dat zul je hier echt niet mee gaan krijgen. Dus wat dat betreft is het denk ik minder polariserend. Want ja, ik weet niet of het type mensen wat daar zeg maar intrapt, plat gezegd, of dat direct de groep is die ook nu hierin zou stappen. Dus ja. Maar voor de toekomst denk ik dat dit gezonder is dan wat we nu hebben. Ja. Nog andere vragen? Of anders laten we het erbij. Oké, dankjewel.